D66 is geen democratische vernieuwing, maar democratische vernieling. Dat werd vorige week gezegd in Pakhuis de Zwijger tijdens een debat over het nieuwe bestuurlijke stelsel. Althans, het nieuwe bestuurlijke stelsel wat D66-wethouder Abdulruhab Tjoho wil invoeren. 2 jaar geleden ging het bestuurlijk stelsel van Amsterdam al op de schop. De deelraden werden toen vervangen voor bestuurscommissies. Maar dat loopt niet helemaal goed en nu moet het weer helemaal opnieuw. En er is dus een nieuw plan, maar wij gaan erover praten of dit plan wel goed is of niet. En of het een verbetering zal zijn of niet. Bij ons zijn aangeschoven de heer Maarten Porter, raadslid voor de Partij van de Arbeid. Welkom. Dankjewel. En mevrouw Marcia ten Bruggekaten, raadslid voor die partij D66. Welkom. Eerst nog even een rondje voor de mensen thuis. Meneer Porter, u bent sinds 2,5 jaar lid van de gemeenteraad in Amsterdam. 6,5 jaar. Sinds? 6,5 jaar. 6,5 jaar, maar ik heb me vergist. Ja, ja. Sinds 6,5 jaar bent u lid, dus u heeft al veel vlieguren gemaakt. En u verdiept zich onder andere in het bestuurlijk stelsel. En de vraag is, moeten de oude deelraden zoals ze vroeger waren terugkomen of niet? Je wilt een heel kort antwoord. Ja, ik zou ze het liefst terug willen hebben. Oké. Mevrouw ten Bruggekaten, u bent wel 2,5 jaar raadslid. Ja. En daarvoor zat u voor Stadsdeel Centrum ook in de deelraad in het bestuur, althans in de raad. Ja. Dezelfde vraag voor u. Oude deelraden terug of niet? Ja. Terug? Ja, als het kan heel graag. Als het kan heel graag. Maar goed, waar gaat het over? Daar gaan we nu even naar kijken, want het is een vrij technisch onderwerp. In 2014 werden de oude stadsdeelraden die vanaf de jaren 80 functioneerden afgeschaft. Er kwamen bestuurscommissies voor in de plaats. En die bestuurscommissies die werden wel rechtstreeks door de bewoners van de stadsdelen gekozen, maar ze hadden veel minder bevoegdheden dan de oude stadsdeelraden hadden. Voor alles moesten de nieuwe stadsdeelbestuurders naar het college in de centrale stad. En uiteindelijk had die en heeft die het laatste woord. Deze omissie die eigenlijk is ontstaan, die moet anders. Zo bleek na een onderzoek van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer. En Brenninkmeijer die zegt, eigenlijk is er een bestuurlijke hiaat ontstaan, waardoor verschillende bestuurders verschillende petten op hebben gekregen. Niet democratisch dus. De wethouder van D66 is met een nieuw plan gekomen. En het plan behelst dat er 22 adviescommissies moeten komen in 22 wijken in de stad, verdeeld onder de 7 stadsdelen. En daar zitten dan advies, in die adviesraden zitten dan gekozen adviesleden in. En die zullen superambtenaren, die worden benoemd door het college, adviseren. En die superambtenaren voor die stadsdelen, die hebben uiteindelijk het laatste woord. En de vraag is of dat democratisch beter of slechter is. En ik kijk naar de heer Porter. U bent van de Partij van de Arbeid. Uw partij zit nu in de oppositie deze periode. En wat vindt u van het voorstel van de coalitie van D66, VVD en SP? Nou, wij vinden het duidelijk een democratische achteruitgang. En waarom? Omdat Amsterdammers veel meer te zeggen krijgen over hun eigen buurt. Nu zijn er verkiezingen waarbij mensen per stadsdeel, dus als je in Zuidoost woont, stem je voor mensen in Zuidoost die het stadsdeel goed kennen. En die kiezen ook hun eigen bestuurders. Dus je hebt ook zelfgekozen bestuurders die keuzes maken over hele belangrijke beslissingen per stadsdeel. En dat gaat in de toekomst veranderen. Die adviescommissies hebben helemaal niets meer te zeggen. Hebben geen bevoegdheden, kunnen ook hun eigen bestuurders niet ter verantwoording roepen. En het college krijgt dus meer macht. De drempels voor de stoopruim zullen worden verhoogd. Dus in feite wat er gaat gebeuren is dat die adviesleden, die adviesraden puur voor de bühne advies geven? Is dat correct? Nou, daar zijn we heel erg bang voor dat dat gaat gebeuren. Stel, je wordt erin gekozen. Dat gaat in de toekomst ook niet meer per politieke partij. Maar stel, je bent vertegenwoordiger van een bewonersgroep die tegen een garage is. Neem bijvoorbeeld de Singelgrachtgarage. Ja. Dat je een hele actieve bewonersgroep. Nou, die gaat daarin zitten. Die hebben hele hoge verwachtingen van nu kunnen we iets gaan regelen. En het college zegt, nou, die garage komt er gewoon. U heeft pech gehad en we overrulen uw besluit. En dan zit je er 4 jaar. Dan heb je niks te vertellen. En dan, dan vrezen wij dat je daar echt ongelooflijk gefrustreerd door raakt. En dat cynisme van de burger ten opzichte van de politiek alleen maar wordt vergroot. Ja, nou goed, ik kijk naar mevrouw ten Bruggekaten. U zit hier voor D66, de coalitiepartij die de wethouder levert die dit plan heeft gemaakt. Meneer Porter vindt het een onzalig plan, maar u moet dat verdedigen. Ja. Kijk, waar meneer Porter zegt dat op deze manier mensen heel erg gefrustreerd raken, denken wij eigenlijk dat het door het huidige stelsel, dat er zoveel onduidelijkheid ontstaat, dat mensen eigenlijk niet weten op het moment dat ze iets willen zeggen tegen de politiek, of ze dan bij een bestuurscommissie moeten zijn, of dat ze bij de gemeenteraad moeten zijn. En wat er nu een paar keer gebeurd is, is dat mensen eerst bijvoorbeeld hun verhaal komen doen over een verandering in de stad bij een bestuurscommissie,
En dan vervolgens wordt het gepiept naar de gemeenteraad en dan gaat de gemeenteraad er weer iets anders over besluiten. Dus wat wij echt een probleem vinden en dus ook niet democratisch vinden, is dat de organisatie op dit moment echt niet duidelijk is. Nee, dus dat zou dan, die adviescommissies die zouden dan een directer advies geven, dat zou een efficiëntieslag zijn, dat is wat u zegt. Niet zozeer de adviescommissies, maar de bestuurders die benoemd gaan worden. Ja. De bestuurders hebben namelijk, dat is op dit moment ook die al zo. Die superambtenaren. U noemt het superambtenaren, wij noemen het bestuurders. Ik bedoel, het zijn mensen die benoemd gaan worden door het college of de raad. Daar hebben wij het ook met elkaar nog over, op welke manier we dat gaan doen. Maar de gemeentewet, en die is gewoon, daar kunnen wij niks aan doen, die is landelijk ingevoerd. Die zorgt dat er niet een extra laag mag zijn die beslissingen neemt. Ja. Dus de laag die er nu is, de bestuurscommissies, wat zij mogen doen is het uitvoeren van het beleid van het college. Dat stuk hebben we niets aan veranderd, dat is landelijk opgelegd. Dus op het moment dat je dan doet alsof dat echt heel erg democratisch is, hou je mensen een beetje voor het lapje. En dat is ons probleem met de huidige bestuurscommissie. Dat is duidelijk, maar ik zou heel graag willen vragen, meneer Porte, mevrouw ten Bruggekaten zegt hier dat die bestuurders die worden benoemd, of die superambtenaren die worden benoemd, dat dan een democratische vernieuwing is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, geen zins. Dat is geen democratische vernieuwing. Want het college, de burgemeester en wethouders gaan die personen benoemen. En ook wegsturen als het ze niet zint. Als ze denken, nou, die persoon in Zuidoost of in Noord doet niet wat we zeggen, sturen we die toch weer weg en zetten we daar een andere neer. En de essentie van democratie is dat de macht aan het volk is en dat heel letterlijk genomen moet worden. Dat mensen die in Noord hun eigen mensen kiezen ook kunnen zeggen, nou, we vinden jou heel goed en wij sturen je weg. Dat is heel wat anders en dat is vele malen democratisch. Dus daarom vinden wij dat er echt bevoegdheden moeten worden gegeven aan die bestuurscommissies. Ja, maar u wil daarop reageren. Want de essentie is inderdaad van democratie, macht is aan het volk. Ja. En macht betekent dus ook beslissingen kunnen nemen, geld kunnen uitgeven en het volledige traject van je wordt gekozen, je hebt een programma en je kunt daar iets mee. Maar macht aan het volk betekent niet dat je mensen kiest die daarna niet zo heel veel meer kunnen. Want er is landelijk afgesproken in de gemeentewet door de heer Plasterk van uw partij dat wij op deze laag geen beslissingen meer mogen nemen, maar alleen nog maar beleid mogen uitvoeren dat door het college is vastgesteld. Ja. En om dan duidelijkheid te geven aan Amsterdammers is het niet zo'n gek idee. Het is niet zo'n gek idee dus, om het college. Dus eigenlijk zegt u, wij houden sorry. Even ja, nee, okay. Het college is benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad is gekozen. Dus daarmee heb je de democratie in Amsterdam, die ook echt iets te zeggen heeft over de verdeling in Amsterdam. Maar u lost het probleem omdat het niet bestaat. Als we naar de praktijk kijken, zijn de bestuurscommissies nu veel drukker bezocht door mensen uit de buurt dan de Stopera. De Stopera wordt niet gevonden. Het stadhuis wordt niet gevonden. Het stadhuis wordt niet gevonden. In Zuidoost, in Noord, in Centrum. Waar je ook komt, zitten de zaaltjes bomvol. Ja. En dat komt omdat het over thema's gaat die mensen belangrijk vinden. Die dichtbij zijn. Hoe richten wij onze buurt in? Wat doen we met ons park? Waar komt de speeltuin? Hoe kunnen we zorgen dat er vernieuwing komt in woningbouw? Al dat soort zaken die heel lokaal zijn, die kunnen wij met z'n 45 helemaal niet doen voor de hele stad. Ik kom heel veel in de stad, maar ik ken echt niet elke straat of elke buurt. En daarvoor hebben we mensen nodig die bevoegdheden hebben om die buurten naar eigen zinnen in te kunnen richten. Dat is, en dat gaat nu heel goed eigenlijk. Nou ja, u vindt dat het heel goed gaat. Wij denken dat het ook op een andere manier misschien beter kan. Het punt is dat we het heel belangrijk vinden dat mensen in buurten, en dan dus zeker straks met die 22 gebieden, dat het nog veel dichterbij is. Dat mensen gewoon kunnen praten met mensen van ja, ik wil dit anders. Wat vind je ervan? Dat hebben ze nu ook bijna niet. U blaast het op alsof dit echt het meest fantastische manier van democratie is. Maar dat is helemaal niet zo, meneer Porter. Ik bedoel, dat weet u ook. Als we straks doorgaan met die adviescommissies geven adviezen. Dat is precies hetzelfde zoals de bestuurscommissies op dit moment doen. Die geven ook adviezen aan de gemeenteraad. Nou, een deel van die adviezen wordt gewoon in de la gelegd en een deel van die adviezen wordt gelezen en opgevolgd. Dus op het moment dat er straks adviescommissies zijn, die heten adviescommissies, dus iedereen weet precies waar zij over gaan. Het is me duidelijk, maar wat ik hier wil vragen is, kijk, in principe heeft de landelijke regering die heeft opgelegd dat de deelraden zouden moeten verdwijnen. We hebben nu en de bestuurscommissies. Dat vinden we alle twee heel jammer. Dat vindt u allebei heel jammer, heeft u net ook al gezegd. We hebben nu die bestuurscommissies. Die bestuurscommissies die functioneren ook niet naar behoren. Zou het dan niet wat zijn om die bestuurscommissies zelf te hervormen in plaats van het hele stelsel weer op de schop te gooien met een groot risico dat je democratische afbreuk hebt? Ja, maar dat is feitelijk wat we doen.
Nee, dat is niet waar. Dat is niet feitelijk wat we doen. De opdracht aan de commissie Bellingmeijer was om bouwstenen aan te leveren voor het verbeteren van dit stelsel. En dit kan echt nog vele malen beter. Als we goed gaan kijken naar hoe op dit moment de bestuurscommissies functioneren, denk ik vooral dat het beter kan door hoe we ermee omgaan. Dus hoe de cultuur van de politiek wat wordt verbeterd door meer naar elkaar te luisteren. De gemeenteraad en de bestuurscommissie zouden beter kunnen samenwerken. We zouden adviezen veel serieuzer kunnen nemen als gemeenteraad. Dat kan beter. En dat had binnen dit stelsel ook gekund. En daar komen we ook op het allerbelangrijkste punt. Laten we die cultuur van de politiek in deze stad nou eens verbeteren. Dat was eigenlijk de kern van het advies van de commissie Bellingmeijer. En daar doet dit college gewoon heel erg weinig aan. De cultuur was een van uw speerpunten. U had een lege paragraaf beloofd in uw verkiezingsprogramma om meer te gaan luisteren naar de burgers. Er is niets mee gedaan. Okay, wij hebben die lege paragraaf in enkele opdracht gevonden. Omwille van de tijd. De lege paragraaf was niet in ons verkiezingsprogramma. De lege paragraaf. Dan wil ik het wel over hebben. Hopelijk ook in het verkiezingsprogramma, maar vooral in het college. Ik heb een vraag. In het collegeakkoord zijn hier geen afspraken over gemaakt. Dit moet dus opnieuw worden ingevuld. In het collegeakkoord staat... Er staat niks zwart op wit. We gaan het doorontwikkelen. We gaan het doorontwikkelen. Dat staat er. Dat is een open afspraak in feite. Doorontwikkelen, beter maken, ja. De SP en de VVD, uw collegepartner, staan erom bekend dat ze de deelraad het liefst wilden afschaffen. Heeft u niet te veel naar hen geluisterd? Eerlijk zeggen. Nee. Nee, natuurlijk. Nou goed, dit is een collegevoorstel wat er nu ligt. En het is niet een voorstel waar ik over onderhandeld heb of zo. Nee. Maar het is een voorstel van het college. En wat wij wel echt heel belangrijk vinden, er stonden twee grote onderwerpen in het rapport van commissie Brenninkmeijer. Het ene is, zoals de heer Poort zegt, de cultuurverandering. Nou, dat is iets waar wij zeker als gemeenteraad met z'n allen samen goed over moeten praten en iets over moeten verbeteren. En dat heb je niet met een motie of zo opgelost. Dat is heel veel met elkaar praten, denk ik. En daar afspraken over maken. Het andere punt is dat er het dubbelmandaat wat er nu is, dus dat is eigenlijk dat de commissies zowel... De dubbele pet. Ja. Nee, het is niet de dubbele pet. Het is eigenlijk dat ze dubbele verantwoording moeten afleggen. Ja. Dus dat ze en naar de kiezers moeten luisteren en naar het college. En dat geeft gedoe. En dat maakt het dus ook minder democratisch. Want ja, je weet niet of je nou links of rechts af moet. Dat is iets wat we heel graag willen oplossen. En daar heeft het college nu dit voorstel voor gedaan. En dat er adviescommissies, dat het misschien niet de meest ideale oplossing is. En dat we daar nog goed over na moeten denken. Ja. Nou goed, daar hebben we nu een reces dat te verbeteren. Dat is duidelijk. En er is heel tumult over geweest de afgelopen weken. Ja. Binnen uw afdeling, daar is ook tegenstand. Binnen de D66-afdeling. Ja. Tegenwoordig een belangrijke afdeling in deze stad. Kunt u misschien met de heer Poorten nog samenwerken op dit gebied? En, ik kijk naar de heer Poorten, die knikt ja. Maar, wij zitten hier heel gezellig met een glaasje bij u aan tafel. Ja. En we gaan het hier vast nog uitgebreid over hebben. Ja. Tuurlijk, we hebben het hier al uitgebreid over. We hebben het er nu bij u aan tafel over. En ik kan u verzekeren, de rest van het reces zullen wij elkaar ook nog afspreken. Wat zijn de alternatieven die u op zak heeft waar u mee met de heer Poorten zaken kan doen? Want die heeft 10 zetels in de raad, misschien buiten het college om. Het lijkt mij verstandig dat meneer Poorten en ik daar gewoon rustig met z'n tweeën over gaan praten. En dat we dat op die manier doen. En dat we dat eerst aan elkaar gaan vertellen en daarna pas aan u. Heer Poorten, mevrouw Te Brugkaten wil met u de achterkamertjes in. Heel democratisch. Laten we het er zeker over hebben. En ik hoor een positief punt. Dat de grootste partij van de stad zegt, wij willen in de gemeenteraad gaan kijken hoe we dit op kunnen lossen. Want D66 heeft wel de sleutel in handen. Jullie zijn de grootste geworden. Ik had heel iets anders verwacht van 14 zetels. Ik had heel iets anders verwacht van D66 voor het eerst in de geschiedenis, de grootste partij in Amsterdam. Nu gaan we het krijgen qua democratisering. En dat gaat dus alleen maar minder worden. Maar het is nog niet te laat, want de fractie kan nog zeggen, en in de partij rommelt het, en terecht. Ik denk dat er heel veel partijleden bij D66 zeggen. Weet je, u zegt het rommelt. Het grappige is van D66, en ik bedoel, dat moet u herkennen binnen een politieke partij, zijn dit de punten waar mensen het heel graag met elkaar over willen hebben en heel uitgebreid met elkaar over willen hebben. En terecht, hier moeten we het over met absoluut, hebben. Absoluut, absoluut. Ja. Dus wij hebben ook binnen D66 we hebben een ALV gehad waar we het heel uitgebreid over ALV gehad hebben. ALV is een ledenvergadering. En binnenkort is er nog een bijeenkomst om het er uitgebreid over te hebben. En ik heb zelf de hele zomer met allerlei mensen ook gesproken hierover. Omdat natuurlijk is dit heel belangrijk. Maar dit is wel de essentie, want het bestuurlijk stelsel, de manier waarop we politieke beslissingen maken, is uiteindelijk heel belangrijk voor het DNA van de stad. En je wil dit niet met de kleinst mogelijke meerderheid van alleen de coalitiepartijen, VVD, D66, SP, er doorheen.
Green Deal. Laten we ook GroenLinks erbij betrekken. Laten we de Partij voor de Dieren, het CDA. Je wilt het samen, je wilt het eens zijn over de spelregels. Ja, ja, ja. Voordat je die politiek gaat bedrijven. Je wilt een echte verbetering, wat gewoon een verbetering voor de stad is. En als u dingen zegt over er doorheen duwen, dat is natuurlijk juist niet wat we willen. Zo voelt het wel. Zo voelt het wel. Nou, meneer Poorter, we praten zoveel met elkaar, dat kunt u niet zo voelen. Waarom voelt het zo? Dat de coalitie dit er doorheen duwt? Er is zonder een proces te zijn geweest, een plan gepresenteerd, wat voor ons als heel onwrikbaar voelt. Laatst een bijeenkomst in de Zwijger geweest, waar ontzettend veel burgers waren. Die zeiden ook, waarom zijn wij niet betrokken? Waarom zijn mensen in de stad niet betrokken bij de manier of waarom politiek bedrijven? Dat is nu aan ons om dat uit te breiden. We hebben nog weinig tijd. Ik wil toch even door. Ja, dat snap ik, maar ik ga u toch onderbreken. Ja. Maar aangezien de presentator bent, moeten we dat doen. Wat belangrijk is het draagvlak. U zegt van nou, wij zijn niet gekend, of ik voel mij niet gekend, of mensen voelen zich niet gekend. Daar kunnen we over discussiëren of niet. Maar feit blijft, er is nu alleen nog de collegepartijen die zijn hier volgens nog staan hier achter. Wat gaat u doen om ook die oppositiepartijen mee te krijgen? Want dit is een democratische vernieuwing, of in ieder geval bestuurlijk, waar iedereen in moet samenwerken. U heeft een terecht punt. Wat gaat u doen om die mensen mee te krijgen? Praten. Heel veel praten. Heel veel koffie drinken, heel veel praten. En ik heb al heel veel ideeën opgehaald en ik heb met ontzettend veel mensen gesproken. Dus ik zie wel een aantal richtingen die mensen willen. Ja. En daar ga ik over verder praten. Is er een opening mogelijk om terug te gaan naar eigenlijk het oude stelsel? Naar de deelraad? Nee, dat kan niet meer. Want dat is eigenlijk wat we zouden willen. Maar de deelraden die zijn vanuit Den Haag voor dus u ons blijft afgeschaft. Op uw punt dus dat staan. Kan niet. Ja. Ja, dat kan echt niet. Nee, maar wat we nu hebben, kunnen we best nog even mee voort. De haast is er niet. Amsterdam valt niet om als we in januari niet dat besluit nemen. Waarom nemen we niet de tijd om met meerdere partijen in de stad? Dus dan heb ik het over de burgertop G1000 die hier is georganiseerd. Dat waren 1000 Amsterdammers die bij elkaar zijn gekomen om na te denken over grote thema's in de stad. En dat zijn hartstikke interessante dingen. Nieuwe vormen van democratie. Ja. Waarbij veel meer Amsterdammers betrokken raken. Ja. Laten we hen ook de vragen stellen. Hoe wilt u de stad bestuurd zien? Waarom de haast? Waarom al in januari een besluit nemen? Laten we de tijd nemen en echt iets maken wat goed is, in plaats van nu er heel snel iets doorheen te gaan. Mevrouw de Brugraten, aan u het laatste woord. Hoe dit op te lossen als D66? We gaan hier met heel veel mensen over praten. Onder andere de mensen die de burgertop georganiseerd hebben. Dat was toevallig hier, dat is eigenlijk nog wel grappig. Maar met dat soort mensen zijn we dus aan het praten hoe het beter kan. En het leuke is dat meneer Poorter zegt dat dat juist heel belangrijk is. Daar vinden we elkaar volledig in, want dat vinden wij ook heel belangrijk. En wij denken dat juist een adviescommissie die niet politiek is, veel toegankelijker is voor Amsterdammers. Ik bedoel, er zijn inmiddels nog maar 2% van de mensen is lid van een politieke partij. Dus waarom zou je die selectie zo klein maken? Zou je niet kiezen uit veel meer Amsterdammers? Omdat je dan gewone Amsterdammers hebt die meteen in het politieke systeem mee gaan praten. In plaats van per se van een politieke partij zoals het nu is. Prima. In ieder geval bedankt voor de toelichting. Meneer Poorter, u ook bedankt. En ik wens u samen in het nieuwe jaar heel veel liters koffie toe. En laten we nog even proosten op het nieuwe jaar. Cheers.